4, 5. Oosterweg, onder de linden, de velden verkaveld, eigenaren gewisseld, waar je nooit zeker weet in welke gemeente je staat. En iedereen wekt koeien en klompen, terwijl in de slootjes de molentjes pompen, die 400 jaar polder, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou een polder als er geen windmolens in staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ja, wat is nou die windvaan? Zeg mij, wat wijst hij aan? Wanneer iemand die verduurzaamt voor lul komt te staan. De rijden vogels kiezen van oost naar westen weg. Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. Over het bos, over het luxe golfterrein, omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Westerweg, de Baansteden Noord. Er wandelen mensen langs bouwmarkt en showroom, waar Volvo en Gamma nog steeds op een voetstuk staan. En de speculant laat zijn billboards lokken. Kom kopen, kom bouwen, ondernemers, kom gokken. Dat is nou 40 jaar Phoenix, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die ruimte als je slordig mee omgaat? Als er overal in de buurt zoveel bedrijfsterrein leeg staat. Goed, je mag consumeren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan zijn de prijzen niet duur. De wijde vogels vliegen van oost naar westen weg. Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. Over het bos, over het luxe golfterrein, omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Omdat er wurmen zitten, soms bij het Purmerkerkje, soms bij een oude boerderij. En de vogels vliegen van oost naar westen weg, worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. Over het bos, over het luxe golfterrein, omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Omdat er wurmen zitten, soms bij het Purmerkerkje, soms bij een oude boerderij.